I didn't want to have to do this, but you leave me no choice. Did I just hear someone use a microaggression? Bas, hoe is het met jouw butthole? Frekchert. Je hebt South Park gezien. Ja, ik had een afspraak. Ik had precies één afspraak vandaag waar ik naartoe wou. Oh, wauw. Ja. Ik zei vorige week tegen Wouter, ik wil naar de Gamescom, ik wil naar South Park. Wat er ook gebeurt, ik ga naar South Park. Ik wil naar South Park. De rest interesseert me niet. Of ben ik de hele dag je bitch, dat maakt me niet uit. Als ik maar naar South Park dus kan. Dus je hebt 2 uur in de auto gezeten. Nou, voor jou ietsje minder misschien. Ja. Was het waard? Ja, zeker. Ja? Ja, dat landschap onderweg, fantastisch. Oh, is het een game? Oh, ja, nee. Ja, de game is echt ontzettend vet. Oké. Okay. De locatie waarin het zich afspeelde was ook supergoed. Het was echt een super klein hokje binnen bij Ubisoft. Ja. En het stonk naar zweet en alles. En, heerlijk. We zijn op de Gamescom. Ja, precies. Alsof je die scheetknop induwde, dat je gewoon echt meteen... Nice. Ik ben meteen thuis. Maar over de game. South Park, het is gewoon South Park. De graphics zijn natuurlijk weer hetzelfde. De gameplay. Kon het ook niet echt. Ik bedoel, het ziet er echt precies uit zoals die tekenfilm, zeg maar. Ja, het is, ik heb hem op de PlayStation 4 gespeeld. Het was verder precies hetzelfde. Het ging allemaal iets vloeiender, iets sneller. En ja, wat dat betreft was er weinig verandering. Ook qua gameplay en zo. Je hoeft niet echt iets heel anders te verwachten. Ja. Het gaat vooral om het verhaal dat echt compleet anders is. Ja. Ik bedoel, Fantasy, 3 dagen na de eerste game, Stick of Truth. En doen ze niet meer. Kinderen, die gaan steeds snel. En die denken van, oké, superhelden, dat is het helemaal. En dan precies. Kom je weer bij de Koen en Friends. Ja. Die het op gaan nemen tegen de Friend Pals of zoiets. Ja, in ieder geval de anderen. Je weet het al. Ja, ja. Die stomme Kyle en zo. En Mysterion. En, Maar er zijn wel wat dingen veranderd in het battlesysteem, toch? Ja, in het battlesysteem. Het is nog steeds gewoon een RPG, een vrij makkelijk. Het is turn-based? Ja. Het is nog steeds turn-based. Alleen hebben ze nu een soort movement grid toegevoegd. Waardoor je nu in de gevechten je positie moet gaan bepalen van hier ga ik staan. En dan heb je aanvallen die kunnen bijvoorbeeld over 2 vakken ver gaan of over 3 vakken. Op zo'n manier. Om alles om je heen aanvallen. Dus je zou ook voor iemand kunnen staan om die af te schermen bijvoorbeeld? Ja, precies. En wat je nu ook hebt, je hebt meerdere characters. Je hebt gewoon jezelf, de New Kid, die nog steeds de New Kid heet. Of Douchebag. De Douchebag inderdaad. Sure Douchebag. Ja. En in dit geval, weet ik niet, een of andere Douchebag, de hero. Prima. Maar je kunt gewoon dan zeggen van, oké, ik heb mijn pijl, dat is Butters bijvoorbeeld. Ik stuur jou naar voren, jij bent de DPS, jij mag aanvallen. En dan heb je bijvoorbeeld Token, de tank, die zet je daarvoor nog. En die pakt dan alle schade op die er is. En zo kun je het een beetje wat tactischer aan gaan pakken. Cool. En dat is op zich ontzettend vet. Je hero zelf, de douchebag, die kun je natuurlijk weer van alles, alle spullen die je vindt, kun je gewoon op je hoofd zetten. Ja, precies. Precies, zoals zo pakken hoor. Super tof. En je hebt dit keer ook wel meerdere klasses. Vorige keer had je 4, 5 klasses of zo. Ja? Hier met superhelden heb je toch een stuk of 11 klasses die ook nog een beetje je kunt ze een beetje combineren. Ik heb gespeeld met de Flash. Dat was een beetje de speedster, de hele snelle. Maar je hebt nog tal van andere klasses waar ik nog niet mee aan de slag heb kunnen. Maar waar ik zeker zin in heb om daar iets mee te gaan doen. Maar nu komt die game ook weer uit. 6 december komt die uit. 6 december, ben je zin in? Ja, zeker. Ja, ik zeker. Ook. Weet je wat ik ook tegenkwam in de slaapkamer van Carmen, zijn moeder? Wat kwam je tegen in de slaapkamer van Carmen, zijn moeder? Ja, vorige keer had ze nogal een exclusieve collectie met plastic staafvoorwerpen. Ja, daar kan ik me nog iets van herinneren. Ja, dat had ze nu ook wel, maar dit keer was het wel meer, wat meer glijdende middelen en zo, dat soort dingen. En hele kamer vol? Ja, en foto's van Carmen, wat schatjes. Je hebt gewoon een baby Carmen daar hangen, echt. Schattig. In die kamer? In die kamer. Een foto. It's wrong in so many ways. En glijmiddel.